Alpha Animal Tower Preston, CBFR 2 Alpha Mate. We are 4 Delta on board with 0500 address. Before takeoff, 0700. Nieuwe rampen vragen om nieuwe oplossingen. Lieke van Lexmond en haar moeder Kobi reizen af naar Zuid-Ethiopië, waar mensen steeds vaker en harder getroffen worden door de grote droogte. Mooi, kijk. De rampenbestrijding van Koorden Mensen in Nood. Ik dacht, ja, daar wil ik gewoon heel graag aan meewerken. En heel graag mee, ja, voor op reis. Toen besprak ik dat met mijn moeder. En die zei eigenlijk van, nou, ik wil wel mee. Mijn vader zei ook tegen mijn moeder, ga mee, joh. Dus vervolgens zijn we hier samen. In Ethiopië. Het is wel bijzonder op het landschap, toch? Het is veranderd. We begonnen in het groen en nu wordt het steeds doorder. 10855. Niks groens meer aan. Ik zie gewoon alle rivieren leegstaan. Op het vliegveld ontmoeten Lieke en Kobi Mr. Malua van Koordate Mensen in Nood. Hij zal de komende dagen een aantal projecten laten zien. Hij vertelt ze direct dat de toenemende droogte steeds meer levens eist. Vooral onder de allerarmste, de nomaden in het zuiden. Hij gaat laten zien hoe je met eenvoudige oplossingen een nieuwe ramp kunt voorkomen. Al vanaf 3 euro per maand kun je bijdragen en een mensenleven redden. Today we are going to visit a school, which is supported by Cordaid. This is nice Ethiopian to see, map. Yeah. Let me see where we are now. Okay, yesterday we arrived here. Yeah. Addis. Yes. Then we went down. Came down. Yeah. Yabello. Yes, Yabello is here. Okay. And now we will go to... We go this way. More south. Yeah, we will arrive to school of Teltele, and then we visit, we talk to the student and the family of the student there. Okay? This is our area. Then next, to the opposite, we're going to other community to visit, which is Web. Oh, on the other side? This is the other side, okay? When we finish here, we go the other side of the Woreda, the district, I mean. Okay. And there we slept tonight. We are going to sleep tonight with the communities in Web, at Web. Okay, that's nice. Yes. I think you'll enjoy it because it is open air, everything is okay. Wow. Fresh air, and I think. We will sleep under the stars. Yeah. All right? Yeah. Looking forward to it. Yeah. It's going you will to look be, it in detail later on. Yeah. Yeah. Nou, man, dan gaan we. Door klimaatveranderingen worden de nomaden steeds vaker getroffen door extreme droogte. Vorig jaar stierf naar schatting 90% van al hun vee, hun belangrijkste voedselbron. Tijd om te herstellen van deze ramp is er niet. Want hoewel het nu het regenseizoen is, komt de volgende droogte er alweer aan. Elke druppel water die nu valt, moet worden opgevangen om een ramp te voorkomen. Lieke en Kobi zijn op weg naar een schooltje waar Koordate Mensen in Nood een watertank heeft geplaatst. Kinderen zijn het meest kwetsbaar bij droogte en water is dus voor hun extra belangrijk. Ah, er staat een hele groep al buiten hoor. Het zijn hele grote. Ja. Ach, kijk, zo lief dit. Hey! Salam! Hallo! Oh, we tried it. Hey!
Lieke. Lieke. And you? Hello. And what's your name? My name Jordan. Messalat? Yes. Lieke Messalat. And this is my mommy, my mother, Kobe. Kobe. Bizar, hè, dit? Dat is toch niet normaal? Hallo. Ja. Het Mensen in Nood heeft deze tank hier neergezet bij de school, waardoor kinderen altijd water kunnen krijgen. En je moet je voorstellen dat wij in Nederland 120 liter water per persoon per dag verbruiken. En de kinderen hier maar 15 liter per dag, waar ze alles mee moeten doen. Dus dat is natuurlijk ongelooflijk. Dus het is fantastisch dat deze staat. Dat kinderen hier geen dorst hoeven te hebben, niet 2 uur hoeven te lopen voor een klein beetje water, maar het hier bij de hand hebben. Essentieel dat dit gebeurt. En het wordt opgevangen van de daken, het wordt als het leeg is gebracht vanuit rivieren, wordt gezuiverd. Dat kinderen eigenlijk altijd drinkwater hebben. Iets wat voor ons al vanzelfsprekend is, is hier alles behalve vanzelfsprekend. Er zijn vorig jaar veel kinderen gestorven vanwege het tekort aan water en voedsel. Dit kan voorkomen worden door nu te helpen. SMS Leven aan naar 4333 en red voor €3 een mensenleven. Babaro everybody! Babaro! Kobi geeft in Nederland les op een basisschool en vindt het dan ook leuk om te ervaren hoe het er op deze scholen toe gaat. Wonderful. Okay. Sit down. Ik heb Pompon meegenomen. Dat is een praatpop die ik dus ook in de klas gebruik. En die breekt wel dingen open. En omdat zij zo verlegen waren, had ik hem dus onder de sjaal gedaan. En zo van heel langzaam kwam die naar voren. Nou, dat was eerst een heel eng gezicht. Maar zo langzaam kwamen ze ook een beetje, zochten ze toenadering. Ze moesten ook voelen en dat brak wel het ijs. When you are ready with school and you go home, what are you going to do at your home? What? He said he went to keep the animals, to look after the animals. What kind of animals do you have? Eh? Okay, cattle? Eh? Re. Okay, goats? And you, if and you, you have another did you also have a cattle at home? Ilame? Yeah? They don't have even one. Okay. They don't have father, his father is died. The mother is selling firewood. Sometimes life's really hard and really difficult, so I know it's not enough, but I give you a little bit of my love. When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I can offer you a warm embrace to make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear, and there is no. Als ik kijk To Make You Feel My Love, dat is precies wat ik ze wilde geven. Ik wil zo graag dat mensen de liefde met elkaar kunnen voelen. En dat wij een stukje van ons hart, wat we heel erg voelen, ons hart is bij ze, dat we dat kunnen geven. Bye bye. Bye bye. Du tog dig hem en hem till vem du lämna inga spår. Gana mot Italien, ingen aning hur det går. Het jongetje raakt ons, omdat sowieso raken alle kinderen hier, hoor. Dat is echt wel waar. Iedereen komt zo recht je hart in. Ik heb mijn vader niet meer, die is overleden. Mijn moeder moet het allemaal alleen regelen met mijn broers en zusjes. En we hebben geen vee meer, omdat door de droogte van vorig jaar is al het vee overleden. Dus wij zijn met hem meegegaan. We wandelen met hem mee naar huis en hebben daar zijn moeder ontmoet. Hello. Hello. I'm Lieke. Nice to meet you. Hello. Hello. Can we sit? Yes?
I heard your man died. How many years ago? 3 years. And can you tell me something about the difference between then and now? And last year, of course, there was drought. There was a dryness, no water at all. Can she tell me something about that period? But before, the camel took care of the children and of them with the camel milk. And what's her biggest fear right now? A lot of respect for her. Yeah, she yeah. does everything on herself. Yeah, I think yeah, it's really yeah. Garafundrawatu wanu jetani isin kobawan kana unda jetta jirtanu ni isin chimada chimada tifufa with all the children and yeah yeah jolle kesanis kan barsisun kesani baye guddada okay thank you. Deze vrouw verloor tijdens de droogte vorig jaar al haar vee en zonder vee is er amper te eten. Maar door het plaatsen van de watertank op school bij haar zoontje help je haar en haar kinderen te overleven en stimuleer je het onderwijs. Well, we'd love to help you prepare dinner, but first we have to know where we're going to sleep tonight. Ik wilde nu echt serieus een heel verhaal afsteken. Lieke en haar moeder Kobi zijn in Ethiopië. Na een lokale school te hebben bezocht, zijn ze nu onderweg naar een plek om de dag door te brengen. Draag me op aan de geesten van vroeger, van nu en van later. Ze zijn er altijd geweest. Maar net super indrukwekkend op school geweest, hè? De kindjes. Oh, vond geweldig. Echt geweldig. Ja, ik vond het ook heel ja. bijzonder. Ja. En nu onderweg al een paar uur op weg naar een stam waar we misschien wel kunnen slapen. Weer heel spannend, want waar zullen we slapen? Dat is helemaal de vraag. Nou, dat wordt best spannend als je ziet waar we net vandaan komen. Dan zo. Ben ik benieuwd in welke hut wij vannacht liggen. Hé, maar kijk daar. Dat ziet er wel goed uit, jongens. Oh, geweldig. Het is wel heel vlak, hè? Weer een heel ander landschap. Totaal andere wereld weer dit. Top zeg. Kijk, daar lopen de beesten. Oh, dit is echt heel leuk. Ach, die kleine kindjes op die rug ook. Een groot dorp is dit, hè? Echt groot. En echt van die alleen maar huisjes. Ja, dan kom je aan in een dorp na een lange rit in de auto. En volgens natuurlijk geen hotel te bekennen. Dus dan kies je ervoor om bij de mensen te gaan slapen. En ja... Wat op zich een vreselijke uitdaging is natuurlijk. Ja, ja, dat is echt te gek. Echt. Hartstikke idee. Slopen. Prima. Dokter. We hebben het. Ja, hebben we alles toch? Volgens mij wel. Zaklamp. Goed. Belangrijkste hebben we. We kunnen licht in donker. Ah. Hallo. Wow. Hallo. Akan. Kobi, nice to meet you. Okay. She said she welcome to my house. Thank you so much. I'm very happy to spend time with you to discuss about life, your life and my life here. Okay. So she said welcome. Yes. I host you with pleasure, she said.
We think it's wonderful to be here, so thank you very much. Well, we'd love to help you prepare dinner, but first we have to know where we're going to sleep tonight. She said, okay, okay, let's go, I'll show you. Okay. And I think you love it. Okay. Now it's mom. Terug naar de rim. Wow. Oh. Wonderful, wonderful. Oh my god. Wow. Je zaklapje. Heb je mee? Oké. Okay. Zal van schijnen. Wauw. Oh, Liek, welk bed neem jij? Kijk. Oh. Een van de twee, je mag kiezen. Ah. Jij mag eerst. We doen wel ik een pikkenporretje. Nou, het is zeer verrassend. Very beautiful, Mr. Ja, ja. Hey mam, ik zeg bedtijd, wat jij? Groot gelijk, heerlijk. Lange dag, hebben het gehad. Hè? Ja. Nou, we kunnen lekker gaan luisteren naar het gesnuif en gerijf. Zo brak als een kanariepiet, maar wel. Ik wilde nu echt serieus een heel verhaal afsteken. Ja, eigenlijk wel, ja. Ik eigenlijk ook, ja. Het valt me zo mee, echt waar. Ik legde mijn hoofd neer, ik was weg. Ja, we hebben een lekker schoon bedje en een eigen kussen. En dat is het gewoon, weet je. Ja. Het maakt eigenlijk helemaal niet uit wat voor hutje ligt. Gewoon een schone lakenzak. Precies, ja. En mijn eigen kussensloop. En dat is prima. En het ventileert genoeg, dus wat dat betreft hebben we... En het is lekker donker. Zo. Nou, inderdaad. Ik heb geen idee hoe laat het nu is. Ik ook niet. Laten we er maar uit gaan kijken wat er vandaag weer gaat gebeuren. Ja, kijk of dan kunnen we helpen met melken of met het ontbijt maken voor de kinderen of zo. Ja, prima. Dat gaan we doen. Ja, ja, helemaal goed. Lekker was goed. Reis, zie je dat? Ja? Zo. Nou, mam. Zo. Hè? Wakker worden. Wij zien moeder. Ja. Ik denk dat onze maag daar niet tegen bestand is. Oké. Okay. Milk. Camelmilk. Ja? Yeah? Of een kou. Oké. Okay. En fresh this morning? Yes? Oké. Wow, oké. Okay. Voordat Kobi en Lieke de dag beginnen, wil Lieke nog weten hoe de gastvrouw de laatste droogteperiode heeft ervaren. How much animals did you lose? Khadamne loni shantamija si onanalle wani jatamija khadamne walit. Can you tell me something about the other people? Is it something maybe you help each other or how does it work? Nulle namo nami wani dikayo kabulle nami ammo wani diko kabulle ni midale bjate walinga anani le ojja qabatan le mate walinga khaguruguru tulle birri walinga akasitti walin jiracha turre olla ollati mogga moggati akawal qorqorata madda takawal qorqorata. Every day you live in fear if there's water or not. How's that for you? Bishanu rakko bisan dugani yu amarakko elbe taisan argitan kagu yakan kesa guran su wadam sanna wen gise rakko khani le wanne na mirakko suni yu gudditti wanni sin dufte fi yu wan badiya kubatani fi yu khanami chuftini yu flyel khanal le jirre fi yu orisa takhadde mani kilometri me eddu de mani khadufanu daddabani wannu qat khalen dote
oja akaela war efidin oja taha achi khani ju garichufa ju akan kaza 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 jirate nami chufa gasilen dibamu. The periods of dryness more often, more frequent and longer also. What will you think would happen? Ori khan gala de fachu hagasum gargar si jiragasum. De mensen zijn hier volledig afhankelijk van het water om zich heen. En iedere ochtend wandelen ze naar een put of een riviertje. Is het niet? Het is een soort meertje. Nee, absoluut niet. Het is eigenlijk gewoon een droge plas. Ja. Wat wij aantreffen. En ja, om daar toch gewoon hun water vandaan te halen. Dus wij dachten, we willen dat ook wel doen. Dus we zijn daar naartoe gewandeld. En het is echt een lange tocht. Dat is echt ver lopen. In de warmte. Zo. En dan loop je daar. Ja. Wij hadden nog het geluk dat we geen jerrycans mee hoefden te tillen. Die werden naar ons toegebracht door de auto. Maar dan kom je eraan en dan staan er dus van die jerrycans. Oh, en kijk nou, daar zit ze scheppen. Schepping. Hallo. Hallo, babaru. 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 Salam. Salam. Oh, jongens. Zullen we hier eens naar beneden gaan? Ja. Oh, kijk eens hier. Jeetje mina, zeg. Ik kan alleen maar scheppen, zie je? Oh. Het is echt. Zie je wat een modder erop komt? Het is heel veel modder. Het is ook veel water als je het niet goed scheppen. Nee. Hoe zuinig moet je dan zijn met het water? Als je hier met heel doorpunt van moet drinken, van moet leven. Het is toch super eng als je hier woont en je ziet het water gewoon steeds minder worden. Je weet het zou heftig in paniek zijn. Ja, het is echt heftig. Oh, hij is nog lek ook. Nee. Ja. Ach, je schept voor niets. Ik krijg nou de hik. Nou, dat kan je vertellen, dat blijft niks van over. Moet een stuk tape of iets opplakken. Ik wil bijna zeggen, een stuk poep tegenaan. Om het af te plakken. Dit gaat natuurlijk niet werken, want we moeten nog een hele stuk terug. Ah, like this. Oeh. Ah. Het vee komt af en aan. Is niet normaal, ze staan gewoon buiten te wachten. En ze gaan gewoon op volgorde naar binnen. De een is klaar en de andere gaan er weer uit. En, nou, en het bleef maar aanstromen, ja. Hè? Ja, het blijft maar staan. Ja. Er blijven maar kuddes komen. En je weet dus ook gewoon dat dat meertje, wat nu nog een soort meertje was, dat is misschien vanavond al leeg of morgen. Dat gaat niet langer duren dan dat. Absoluut, nee. Nee, dat is wel verontrustend. Want als je beseft hoe ver je daarvoor moet lopen, en je ook weet dat dat straks weg is, hoe ver moet je dan wel niet lopen voor een beetje water? En dat vind ik wel heel zorgelijk. Dat vind ik heel zorgelijk. Wanneer de natuurlijke waterplassen leeg zijn, moeten de mensen kunnen uitwijken naar andere bronnen. Anders overleven ze het niet. Coordate Mensen in Nood zorgt samen met de lokale bevolking voor andere manieren van wateropvang. Om de volgende droogte te kunnen overbruggen. Water voor de familie. Nou, dat verdienen ze echt. Je ziet dat het water bijna opraakt. Het is gewoon een nood. Mensen hebben het nodig, het vee heeft het nodig. Zorg ervoor dat wij die ramp voor zijn. SMS Leven naar 4333. Voor maar 3 euro per maand red je namelijk een mensenleven. Doe het. Jeetje, jongens. Oh, wat geweldig. Lieke en haar moeder Kobi zijn in Zuid-Ethiopië om het droogteprobleem te onderzoeken. Ze zijn net op bezoek geweest bij een regenwaterplas die bijna is uitgedroogd. Wanneer deze plassen leeg zijn, is de bevolking aangewezen op grondwaterbronnen. En weet je wat Mr. Melo vertelde? Dat je dus voordat je naar de bron gaat, even wat groen moet plukken. En dat voor de ingang van de bron moet leggen voor de good luck. Nou, en als ze dat kunnen gebruiken, dan doen we daar wel aan mee. Holy water krijgt wel gelijk een heel andere gevoel, hè? Kun je wel stellen, ja. Dit is echt het enige. Oh, moet ik nu alweer? Ja. Moeten we nog iets bijzonders doen? Nee, ik denk het niet. Verschrikkelijk. Dit hebben mensen handen uitgegraven, hè? Dit is niet normaal. Moet je steen eens kijken. Wat een werk. En dat in 500 jaar lang. Oh. Dit is echt een goudmijn. Dit is goud voor hen. Dit is echt goud. Prachtig. Oh.
Deze traditionele bronnen bestaan uit grondwater. Dat lijkt een goede oplossing. Maar om het water naar boven te krijgen, moeten 12 mannen de zware emmers water van 20 meter diepte naar boven tillen. Een gevaarlijk karwei. Je moet er niet aan denken dat de bron instort door regen of de gammele stijger het begeeft. Met hulp van Coordate Mensen in Nood worden steeds meer van deze bronnen verstevigd en veilig gemaakt. Dit is echt preventie, want dit zorgt ervoor dat mensen dus altijd iets te drinken hebben. Voor hun vee en voor zichzelf. En mooi om te zien is ook wel dat mensen hier als individu helemaal niet zijn. Je hebt elkaar echt keihard nodig. Als je niet met mensen samenwerkt, heb je helemaal niets. En de hulp naar elkaar toe is ook echt enorm. Iedereen heeft zijn eigen taak. Het loopt allemaal heel soepel. Het is bijna een dans met water. Heel mooi om te zien. Het is zo bijzonder om hier te staan en te zien hoeveel moeite mensen moeten doen voor een klein beetje water voor zichzelf en voor hun dieren. Help ze mee. SMS Leven naar 4333 en red een mensenleven met maar 3 euro per maand. Doe het. Ja, we zijn zo sterk hier ook. Hij is zo sterk als een. Zoveel respect voor ze. Het is echt bewonderingswaardig hoor. Super bijzonder. Ja, dat was weer heel mooi. Heel bijzonder. Het merendeel van de nomaden leeft onder de armoedegrens van 1 euro per dag. Lieke en haar moeder gaan naar de lokale markt om te onderzoeken wat je hiervoor kan halen. Mooie doeken. Oh, mijn hemel. Kijk hier. Oh, ze schrikken zich helemaal uit. Apenzuur. Ik heb hier 20 peer, dat is de nationale munteenheid. En hiervoor moet je dus boodschappen doen voor 1 persoon per dag. Dus zij moeten hiervan rondkomen. Ja, niet er staat ongeveer gelijk aan 1 euro per dag. Zo moet je het zien. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat we hiervan kunnen krijgen. Kijk, hier is ook meel. Meel, daar kunnen we natuurlijk deeg van weet je, maken. Ja, dan kunnen we die pannenkoekjes maken. Ik denk dat we daar moeten gaan voor deeg. Okay, daar denk ik. Ja, met die vrouw. Ja. Hoe komt dit? Vijf? Birushani? Vijf? Birushani is in Jared. Birushani in Tawara. Ze wil gewoon dit niet. We gaan wel naar een ander iemand. Het ging niet werken. Ik denk dat ze dacht, wat willen jullie in godsnaam? Ja, ze snapte het helemaal niet. Nee. Maar ik denk proberen? Dat we ook de prijs onderschatten. Ik denk dat de reis toch wel erg duur is. Ik denk het eigenlijk misschien ook. Moeten we meel nemen, dat goedkoper is. Even voor deze? How much? Toe. Oh nee, 5. Ik wacht, 5 meer. Nou, dat zou kunnen. Oké. Thank you. Nou, goeiedag. Nou, 2 uien. Nou, met 2 uien te pakken. Zullen we 5 kijken wat ze doet als ze 5 geven? Yes. Kijk, Thank you. Bye bye. Hier liggen we. Ja? Hier. Oké. Dus kijk wat we nu hebben. Dit is wat we hebben. Ongelooflijk, hè? Hier moet ze normaal natuurlijk niet veel van doen. Zo. En geen groente, er is gewoon niks. Nee, je kunt wel geld hebben, maar je hebt toch niks. Nee. Er ligt wel groen, maar dat zijn volgens mij kruiden of zo. Ja, kruiden. Nou, dit is alles. Nou, we gaan hier lekker mee om. Oké. Thank you.
goed, onderweg naar de kamelen die gemolken moeten worden. De keuze was of 5 uur in de ochtend of 7 uur 's avonds. Maar ik moet eerlijk zeggen, dit voelt ook echt anders, wat het midden in de nacht is, hè? Ik wou net zeggen, het was geen optie. Heb je een lampje bij de hand? Ja, ik heb hem bij de hand. Kom maar, slinger hem aan. Nou, daar gaan we dan. Hou je arm goed vast, want het was op zijn slangen. Nee, je moet opletten inderdaad. Het is echt een avontuur. Maar ja, het is voor een goed doel. We gaan kijken naar de kamelen die gemolken worden. Ze staan hier binnen de afrastering, dus ik ben heel benieuwd of ze tegen de dicht kunnen van de camera. Maar we gaan het meemaken. Op dit moment worden de kamelen gemolken. Het is heel exclusief en goed om een kameel te hebben. Ze kunnen namelijk heel goed tegen de droogte. Ze geven heel veel melk. 30 liter per dag. Dus dat is enorm veel. De melk heeft ook heel veel voedingswaarde in zich. En in geval van droogte, nou, de kamelen kunnen dus heel goed zonder water. En geven dan alsnog 3 keer 3 liter per dag. Dus dat is natuurlijk gewoon fantastisch. 9 liter per dag. Daarom zet Coordate Mensen in Nood zich in om steeds meer vee te vervangen door kamelen. Dit is wel erg mooi om te zien, hè? Ja, hè? Sterke beesten. Ik vind het heel mooi hoe die jongetjes met die kamelen omgaan. Nou. Om te zien hoe klein ze zijn en toch alweer zo sterk met die grote kamelen. Zeker, ja. Home again, home again. One day I know I feel home again. Home again, home again. One day I know I feel strong again. Lift my head. Nou, dan gaan we even afscheid nemen. Ja. Uit ons slaaphut. Ah, lieve gastvrouw. Thank you so much. Thank you so much for having us. Thank you. Thank you. Beautiful lady. De mooie vrouw, hè? Zo knap. Thank you, mama. Thank you very much. Thank you that we may sleep in your house and that we have enjoyed the visit here. Your beautiful city, village. Thank beautiful. You, thank you very much. Thank you. Yes, thank you. Very much. Thank you. Yes. Zo lief. Gek om dan weg te gaan. Ja, heel gek. Bye-bye. Babado. Babado. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again. I will. Many times I've been told, speak your mind, just be bold. So I close my eyes, look behind, moving on, moving on. So I... Ja, nu gaan we een bron bekijken die helemaal gerestaureerd is. Die eigenlijk zorgt voor rampenbestrijding, dus preventie. Want vaak is het zo dat bronnen instorten als het dan gaat regenen. Dan wordt het modderig. En deze is helemaal gestuukt en helemaal veilig gemaakt voor zowel vrouwen als mannen. Stop, om dus water... moeten we nog eventjes ons... Oh, groen ervoor doen, hè? Ja. Ja, voor good luck. Voor de good luck. Want dat... Opsikkedee. Kijk eens, leg jij hem er maar voor. Ja, absoluut. Benieuwd hoe het eruit ziet. Want dit schijnt dus zowel voor mens als dier... veilig te zijn om water te halen. Dit mag ook alleen aangeboord worden als echt al het andere water weg is in de omgeving. Ja, ja. Dus dit is ook dan onder leiding van stamhoofd wordt er dan bepaald wanneer deze bron open mag. Het voelt wel heel cool hier, hè? Oh, ik vind het hier wel. Heel lekker. Oh, wat is deze mooi. Zo, dit ziet er goed uit. Kijk, de zijkanten is zo mooi. Oh, wauw. Niet alleen zorgt het stukwerk ervoor dat de wanden niet wegspoelen tijdens de regenbuien, ook zijn er in plaats van de 12 mannen in de vorige bron hier maar een paar mannen nodig om het water bij mens en vee te krijgen. De trechter staat eigenlijk symbool voor het verplaatsen van het water uit de bron naar het in de kan doen. En dit is natuurlijk essentieel. Deze kan moet gevuld zijn en moet gewoon voor iedereen mogelijk zijn om water te kunnen drinken. Ja, voor het vee, voor jezelf. Help mee, sms leven naar 43333. En zorg ervoor dat veel meer mensen kunnen genieten van onze eerste primaire levensbehoefte: water. Lost again, lost again. One day I know
our paths will cross again. Smile again, smile again. Het schrijnende vind ik. Je ziet zo'n bron en je weet dat ze daar nu nog genoeg water uit kunnen halen voor de periodes van droogte. En je weet dat ze daar ook hun geloof uit halen. Maar het schrijnende is dat wij, het Westers al lang weet, dat de klimaatverandering zorgt voor langere droogtes. En ze zullen vaker terugkomen. Dus op de manier hoe mensen tot nu toe altijd overleefd hebben, dat gaat in de toekomst niet meer lukken. Vorig jaar zijn er 360.000 stuks vee overleden. Dat gaat volgend jaar nog erger worden. Het vee is het inkomen en het levensonderhoud van de mensen. En zij weten dat als het vee gaat sterven, dat zij de volgende zijn. Want het vee is hun voedsel, hun manier van leven. En door deze inentingen, wat we hier dus zien, is het nou ja, zo belangrijk dat we daar ook ons geld aan geven en dit ondersteunen. Klimaatverandering zorgt voor langere droogtes, voor heftigere droogtes, steeds vaker terugkomende droogte. En dat is gewoon heel schrijnend. Dus zij houden nu nog vast aan hun eigen tradities en hun hoop. Maar wij weten al dat dat niet gaat werken. Want als een stuk zwee doodgaan, hebben zij zelf ook geen leven meer. Dus we moeten ingrijpen, we moeten ervoor zorgen dat er bronnen zijn waar ze altijd water kunnen halen. En dat kunnen ze zelf nu niet doen. Daar hebben ze echt hulp voor nodig. Home again, home again. One day I know I feel home again. Wrong again, wrong again. Na een ramp is mensen helpen met het wederopbouwen en in stand houden van vee essentieel. Lieke en Kobi hebben nog één grote wens. Ze willen de moeder van Kamashu een nieuwe start en toekomst geven door haar twee geitjes te schenken. Ze hebben dit van tevoren in goed overleg met het lokale stamhoofd besproken. Wanneer het vee sterft, sterven de mensen. Maar dit gezin zal weer een toekomst hebben. What she said, in fact, thank you very much. Because this is a great thing for us. And will support us, will keep them very well. And they reproduce and it will help for me and for our children. Nou, Lieke en Kobi, doe je best. Geef veel melk. Ja, geef me heel veel melk. Oké, this is for you. Zie je hoe je met zo weinig zoveel kunt betekenen voor een heel gezin. Voor een hele familie die weer perspectief hebben. En niet afhankelijk zijn van mensen om zich heen. Maar twee geitjes die verzorgen ineens gewoon de levensbehoeften van een hele familie. Ik hoop dat jullie geïnspireerd zijn, net als mijn moeder en ik dat hier zijn. Dus sms leven naar 4333. Voor 3 euro per maand red je namelijk een mensenleven. Doe het. Wonderful, sing his name aloud.